muziek is. Er loopt hier een man in het studiopand rond. Een man van het nieuws. Rachid Finch. Kom eens even, Rachid. Kom eens even deze kant op. Want Rachid heeft ons net verteld dat er heel weinig nieuws is deze nacht. Ja. En wij hebben zometeen natuurlijk het laatste nieuws van de komende dag. Rachid, hoe komt dat er geen nieuws is vannacht? Dat is trouwens niet helemaal waar. Er gebeuren wel dingen. Het is, je weet het nooit zeker. Ik wil wat weten, Rachid. We hebben een hele grote ramp gehad in Japan. Echt waar? Ja. Ja. Niks van meegekregen. Ik wil niet dat je er grapjes over maakt. Okay. Maar ik heb dat altijd bij dat soort grote rampen. Dan heb je op een gegeven moment, op zo'n dag als vandaag. We zitten al vier weken later zitten we al. Mm-hmm. Je hoort er nog zo weinig van. Terwijl er nog zoveel aan de hand is. Het wordt allemaal een beetje ondergesneeuwd door nieuw nieuws. Wat betekent dat? Alles is nog steeds aan de gang, maar hebben mensen dan zoiets van... ja, we zijn er nu wel klaar mee, we hoeven het niet meer te horen? Nou, ik weet niet of dat waar is wat je zegt. Want elke dag is Japan toch wel weer in het nieuws. Mm-hmm. Dus elke keer wel iets bij de reactoren aan de hand... waar wat over te vertellen is. Maar inderdaad, het gaat in een heel hoog tempo nu allemaal. Ook in Libië, in Ivoorkust nu ook nog ineens. Mm-hmm. Dat ineens weer terug erbij is. Mm-hmm. Dus er is ook inderdaad een hoop te vertellen. En de uitzendingen worden natuurlijk niet langer. Dus er wordt heel veel aandacht verdeeld, dat klopt. En dat wordt dus nu ook wat minder naarmate er gewoon ander nieuws weer komt, nieuwer nieuws. Ja. Want de hele grote bulletins, live journaals over Japan, dat hebben we niet meer. Nee, maar op een gegeven moment is dan ook natuurlijk echt de tsunami zelf en de aardbeving. Op een gegeven moment is dat op zich weg en dan krijg je, dan valt er niet heel veel live meer te vertellen. Mensen die je te spreken moet krijgen, op een gegeven moment droogt dat een beetje op. En dan hou je gewoon de gewone berichten over natuurlijk. Ja, dat lijkt me echt kloten om nieuwsredacteur te zijn of nieuwslezer. Want je wordt eigenlijk gewoon, op een gegeven moment word je toch helemaal gek. De negatieve feit, of is dat niet zo? Nou, maar ik zat vandaag bijvoorbeeld het NOS-journaal te kijken. En ik heb echt drie items. Ik denk, weet je wat jongens, we gaan even naar SBS of RTL. Want ik word hier toch zo zuur van. Ja, het is voor mij geldt in ieder geval dat meestal pas onderweg naar huis. Dan denk je er een beetje over na, weet je wel. Wat dat echt emotioneel betekent vaak. Het is heel lastig, denk ik, als je dat echt tijdens de uitzending hebt. En dat is altijd wel een beetje. Maar als je dat heel erg hebt, ja, dat is moeilijk werk. Ja. Het is soms heel ondankbaar als je als eerste aan moet vertellen dat er heel veel doden zijn gevallen. Ja, ja. Klopt. Ja, want hoe was dat? Heb jij zo'n moment gehad dat je echt een primeur had die eigenlijk gewoon zo zwaar... Het is nu een tijd geleden dat Libische vliegtuigen neerstortte. Mm-hmm. Waar heel veel Nederlanders aan boord waren. En dat er dan een jongetje was, een Nederlands jongetje dat het heeft overleefd. En verder niemand. Ja, ja, dat is natuurlijk dat is gewoon heel, heel troevig om te vertellen dat er zoveel mensen zijn omgekomen. Ja. En je weet ook gewoon, er zijn mensen die luisteren. En die horen dat misschien voor het eerst. Dus je weet gewoon, je hebt gewoon een zin voor je neus liggen. En je gaat dat vertellen. En je weet gewoon dat je er iemand heel veel pijn mee doet. Ja, ja, dus dat is heel ondankbaar aan dit werk, dat klopt. En kijk je in de winkel van Rachid Finch, de nieuwswinkel. Hey, zometeen dan hebben wij het laatste nieuws als eerst. Dus wat Rachid nog niet weet, weten wij dan wel. Dus daar kun je jaloers op zijn. En daar zit geen nieuws over Libië in, geen nieuws over Ivoorkust. Daar hebben we wel overwogen een beslissing in gemaakt. Maar we hebben het nieuws van de dag, dus wat wordt vandaag nieuws? Je gaat het zo meteen horen in Wat wordt het nieuws? En natuurlijk nog het mooiste coronadonker, moet je ook niet vergeten. We gaan je straks naar de film toe sturen. En ook muziek natuurlijk op 3FM. Dit is Loonis, I Got Five On It.